Juni 1954. Lieve pa en ma. Hartelijk dank voor het opsturen van het mooie tijdschrift. Beetje jammer dat het maar één exemplaar was. Alles gaat heel goed hier. Mijn buik begint nu al behoorlijk dik te worden. Maar ik voel me gelukkig prima. Op dit moment ben ik volop bezig met de voorbereidingen voor de komst van ons kleintje. Zo. Ach, wat enig. Juli 1954. Er ligt sneeuw. Vindt u dat nou niet grappig? Het is hier de omgekeerde wereld. Blijk ik een iets te hoge bloeddruk te hebben. Is normaal, zegt de dokter. Maar ik moet voor de zekerheid zoutloos. Voorlopig geen zout meer. Oh. Verder verloopt alles zoals het hoort. Ik voel me prima. Druk op mijn blaas. Pijnlijke dijen. Kan niet meer liggen. Harde buik. En op als... de gewone zwangerschapskwaaltjes. Nou. Lieve ma, ik denk nu heel vaak aan u. Ja, ik ook. Aan mijn moeder. Even niet. Even wachten. Oké, goed. Bij de volgende of die daarna. Wacht, ik wil wachten. Ik kan dit niet. Ik wil niet. Het kind wacht niet, Esther. Oh, godverdomme. Bloody hell. En bij de volgende zo hard mogelijk meepersen en niet vloeken. Goed zo. Ga maar. Ga maar. Duw het, duw het. Ga door. Ja. Drukken. Nog een beetje. Ja. Hier, zit weer zout in. Zo. Kijk eens. Recept uit de Margriet. Maar die stuurt hem nog steeds op. Hoe is het met... Niet doen. Zouden we niet doen. Yeah.